Ja, Melle, een 1-0 nederlaag bij PSV. Met wat voor gevoel sta jij hier nu? Ja, teleurstellend natuurlijk. Ik denk het gevoel in de kleedkamer is gewoon... We voelden aan alles dat we hier iets konden halen. En ik denk ook hoe je zag hoe wij speelden ook de tweede helft, dat we veel druk gaven. Alleen, ja, één moment dan maken ze een goal. En dan moet ook een keertje bij ons gebeuren dat wij ook een keertje die eerste goal maken. Want dan komen we wel rond de 16, alleen er is niet die kans om die goal af te maken. Het zijn niet 100% uitgespeelde kansen die we hebben gehad. Daarom denk ik dat iedereen nu met een teleurstellend gevoel binnen zit. Want je weet dat je hier eigenlijk gewoon iets 3 punten had kunnen halen. Ja, er viel inderdaad wat te halen en je pakt in de tweede helft ook het initiatief. Maar de bal, ja, hij wilde niet in. Waar ligt dat aan? Ja, dat weet ik niet. Ik denk ook gewoon echt de wil om te scoren. Dat je een keertje gokt waar die bal komt. En ik denk dat ook een keertje als je schiet dat het misschien erin gaat. Je ziet ook bij hun, als je gewoon schiet, ja, dan kan hij soms erin vliegen. Via tegen iemand aankomen of et cetera, et cetera. Alleen soms, ja, duwen we te lang aan de bal dat we een keertje een schot willen maken. En dan, dan ga je nooit scoren als je niet schiet. Heeft dat dan met pech te maken? Waar ligt dat dan aan? Ja, dat weet ik niet. Ik denk ook misschien een beetje vertrouwen voorin. Dat die jongens nog een beetje extra vertrouwen nodig hebben. Misschien dat eentje, als eentje valt, dat er misschien meer gaat gebeuren. Want je weet nu dat je de afgelopen 3 wedstrijden eigenlijk wel gewoon prima speelt. Alleen je moet een keertje die goal maken. Goals veranderen wedstrijden. En je ziet ook, als je eentje niet maakt, dan weet je dat er altijd kans is dat hun nog vertrouwen houden om ook eentje te maken. En dat is ook een beetje vandaag het verhaal. Maar ik denk, er moet gewoon een keertje een goal vallen voorin. Dat de vertrouwen gewoon weer bijkomt. Dat ze weer lekkerder gaan voetballen. Dat ze wel die vertrouwen hebben om te scoren. Met wat voor gevoel ga jij nou richting komende woensdag, FC Twente? Ja, je moet uiteindelijk snel omschakelen naar woensdag. Er zijn wel goede dingen vandaag gebeurd. Die moeten we gewoon meenemen. Maar vooral als je het gevoel hebt dat je gewoon zo'n wedstrijd kan winnen, dan moet je die over de streep trekken. En dat hebben we helaas niet gedaan. Maar net te zeggen, je moet snel omschakelen naar de woensdag en daar moeten we wel gewoon hetzelfde neerzetten en wel die goal maken. Wat zijn dan de dingen die je meeneemt? Ja, uiteindelijk was het positiespel en de druk die we gaven aan PSV gewoon goed. We hadden wel veel balbezit rond hun 16, alleen we creëren niet echt 100% kansen. En dat is wel een positief vergelijkbaar met het begin van het seizoen, dat we wel die druk houden en dat we ook niet zoveel tegengoals en tegen kansen krijgen, want vandaag hebben we ook vrij weinig weggegeven, alleen die 1 schot, ja, die gaat er dan in. En ik denk dat die dingen dat we gewoon mee moeten nemen. En dat moet onze basis zijn dat we uiteindelijk gewoon wedstrijden gaan winnen.